Maar ik denk dat die man... Ik hoop dat we hem vinden, man. Zie dat, man. Je broertje is aan het drijven. Oh, de hele drijf, hè? Ja, ja. Oh, rood lampje. Rij maar naar Motorshop dan. Oh nee, rij maar door naar AWB. Hey, wacht even, wacht even. Kom maar, zoom maar die auto zijn. Hij is naar rechts, naar rechts. Zeg het, man. Stukken witte boys. Nee, maar hij heeft waarschijnlijk kleur veranderd. Yes, man, I'm back. Naar links. Hé, wat gebeurt hier allemaal? Recht voor je, recht weer. Recht voor me. Wat heb ik gemist? Ja, die boys, die boys. Rechts. Maar voor mij weet dat we hem achtervolgen. Praat het tegen. Hey, yo, Wagwan, ja? Yo. Alles goed? Ja. Wat ben je vandaag aan het doen? Ik heb deze auto net gekocht, dus ga even vragen of er de walkstatus op staat. Is Piet toch? Nee, het is Peter. Nee, ze zijn maar alles dit... Peter. Maar dit is hem niet. Hey, Hans, je hebt één taak, man. Vraag of die Peter is en zeg, is dit Piet? Nee, dat is dat, bro. Nee, dat is juist die grap. Als ik aan hem ga vragen, ben je Peter? Dan gaat hij zeggen nee, natuurlijk, weet je. Als ik zeg, ben je Piet? Ben je Peter? Oké. Sorry, man. Dat was wel een slimme, hoor. Die had ik ook niet verwacht, Hans. Hey, maar ik zag ook een grijze Porsche. Maar ja, die broer, is, jouw hoofd is grijs. We zoeken een gele Porsche, joh. Oh, hoe moet ik weten dat die geel is? Pak met die deze, bro. Is die wakker serieus, Brokko? Deze? Nee, joh. Hij is niet kapot, man. Nee, hij rookt zeker niet. Nee, joh. Maar, die, hij rookt nee, ook bro, helemaal die, niet. Die knopje is kapot van die motorkap. Ja. Die knopje. Broer, breng die fucking wakker naar die Abi, man. Fix die waggie, bro. Maar er is niks aan de hand met die waggie, bro. Ik wil alleen zeggen, bij mij had dit niet gebeurd, maar dat ben ik. Nee, bij jou had hij onderboven gelegen, man. Bij jou had hij totaal los geweest, bro. Man, ik weet niet wat met je auto. Welk jaar komt dit uit deze auto dan? Je moet hem wel terugbrengen, man. Heb je nog garantie hierop? Oh, man. Is wel gek, maar hij kan niet zomaar kapot gaan, man. Ik zou hier wel mee terug gaan. Bro, wat verwacht je als je tegen iets aanknalt? Bro, wie zegt dat ik tegen iets ben aangeknald? Wie zegt dat ik tegen iets aan ben geknald, bro? Jij was te slapen van in de auto. Man valt in slaap, man wordt weer wakker. En hij wil zeggen, ik ben ergens tegen aangeknald. Ken je feiten? Oh, weer chaos hier, man. Hey, luister, ik heb vorige keer AWB gefinest. Ik ging naar binnen, hier naar rechts. Ik zeg tegen ieder mannetje, heeft het gerepareerd voor mij. Hij is niet goed. Repareer nog een keer. Let me do the talking. Parkeer jij hem gewoon correct, zeg maar. Broer, wat gaan we doen alsof we hier bij huis zijn? Nee. Komt goed. Oh, doe rustig, bro. Doe rustig. Oh, dit. Laat hem lukken, jongens. Hij is wel zo gek. Hij is wel zo vieze finesse, man. Echt, hè? Hij gaat nog lukken ook. Geloof mij nog maar. Maar ik zeg eerlijk, als het hem niet lukt, dan komt hij niet meer erin. Ik zet die auto vast op slot. Oh, god. Zeg ik hier mee? Hij stuurt hem gewoon weg. Niet gelukt. Gaat hij daar proberen. Oh, hij denkt. Weet je wat het is? Zijn komt niet overtuigend over, hij, denk ik. Nee, zijn woorden, hoe hij het uitlegt, klinkt altijd veel overtuigender dan dat het is, zeg maar. Kijk, er gebeurt helemaal niks. Hij legt uit, ja, kom en... Nu komt die andere erbij. Die andere erbij van helemaal niet. Die heb je helemaal niet gezien. Het is hem wel gelukt. Zet even die ding open. Zo, niet normaal, man. Niet normaal dat die kapot is en dan gelijk weer kapot, man. Dus... Ja, 15 barkje voor betaald voor deze auto. Goh, ja, man. Niet normaal, man. Hey, zou ik misschien een aanklacht kunnen indienen tegen uw collega? Ja, dat kan wel. Moet ik even doorgeven aan hem. Ja, dat is niet normaal, man. Laat hem. We gaan het laten. Wat is er gebeurd dan? Wat is er gebeurd? Ik heb gewoon gerepareerd, maar niet gerepareerd, zeg. Snap je? Oh. Dus we rijden weg en we hebben nog steeds rood lamp. Ja, ik heb wel die factuur, zeg maar, ook moeten betalen. Ja. Dat is al maar hij doet het weer. Nou, deze is gratis, hoor. Maak hem even schoon dan, als je wil. Hey, top, man. Hij werkt ze nog, hè, bro? Hij is vies. Werkt ze nog, even schoonmaken. Maak hem even schoon, hij is vies. Zo, Hans, laat hem nog even schoonmaken, joh. Die Hans, jongen, die staat ook niet meer met beide voeten op de grond, hè. Nou, oké, dank u. Het is hem wel geflikt, hoor, die Ennis. Ja, dat heb je wel geregeld. Ja, ik zeg eerlijk, ik ging je eigenlijk in twijfel trekken, maar je hebt het wel gedaan. You know how we do it, ouwe boef. Ouwe boef. We zoeken dus een andere Peter. Een andere Peter, man. Terwijl er maar één Peter in de stad is. Er is maar één echte Peter. Ja, waar ga je die guppie vinden, man? Moet je nu hebben in hebben, je mag mij een kopen, ja, 5 euro. Wat? Ik heb het er aan. Wat is gebeurd? Nee, mijn bril is uniek, man. Het is limited edition. Is dat hem niet met fuck gangsters. Ja. What the fuck doet deze man? Wie ben je aan het knokken? Er is hier niemand. Boy, yo. Hallo, chef. Fucka, boys. Fucka. Fucka, bij deze. Fucka. Jullie zien er goed uit, man. Ja, lekker met jullie. Ik heb nog iets liggen van een of andere Pieter. Kennen jullie Pieter? Oh, ik kan dat gewoon teruggeven, Pieter Post, man. Pieter Post. Gekke, man. Nee, geen Pieter. Iets van Pieter of zo, man. Pieter, ja, ik weet het, joh. Ja, deze man met hoedje, hij is volgens mij Pieter, of niet? Pieter, nee, waar ben je? Nee. Pieter. Wat is jouw naam? Ik ben Max, man. Max de Vries. Zijn naam is Max, ja. Max de Vries. Als jullie Pieter ziet, zeg hem nog... Hij moet langs mij komen, hij krijgt 25 ruggen van me. Pieter. Ja, ik heb Pieter, man. Ik heb Pieter, ruggen. Oh, nu kennen jullie Pieter. Jongens,
liggen tegen deze man. Ik moet echt eerlijk stellen, Peter Piet is berucht, maar ik heb hem niet gezien. Oh, nee, niet Peter Piet. Weet je zeker dat je niet Peter of zo? Peter, ik heb hem net gezien, hij staat daar achter bij die garage. Het is geen faal, broeder. Hey, is dat hem niet met die hoedje? Nee man, die guy de Max zei hij toch? Ja, hij maar, zei dat ja. Ja, maar hij klonk ook niet als die guy man. Die guy had een zwaardere stem. Maar hoor dan, die guy heette Peter, hè, geen Pieter. Weet ik, maar ik probeer je broer zijn tactiek te gebruiken. Okay. Toch? Ja, maar jij gebruikt hem niet goed. Dat is meestal wel... Oké, ik hou hem in mijn mond dicht. Nu zoek het maar lekker uit. Nee, als er geschoten moet worden, roep ik je maar. Hey, nee, maar kijk, dat is de tactiek, Ijs. Zeg maar, heet iemand hier Pieter? En dan zegt iemand, nee, wel Peter. Dan heb je hem te pakken. Maar als je zegt, van ja, als je Pieter ziet, stuur hem hier naartoe. Ja, hoe weet hun dat Pieter Peter is? Dat Pieter Peter is, IJs. Ja bro, jullie maken me gewoon pissig, man. Waarom wij weer? Broer, ik hoor het wel als er geschoten moet worden, ja? Oh, ja. Kijk, bro. Je rijdt als roekeloze dronken gast. De huis rijdt letterlijk langs jou en je denkt dat je fucking Schumacher bent, bro. Niemand houdt mij bij, maat. Rijdt Peter? Ja, Peter rijdt helaas. Ja, of zoals IJs het zou zeggen, Pieter. Ongeluk. Maat. PP. Maat, ik heb er geen zin meer in. Prima, man. Laat iemand anders maar rijden. Peter. Hey. Ja. Wat, niet rijden. Je hebt geschoten. Ik hoor niks. Hoort u geen schoten? Nee, bro. Jij hebt weer psychose, jij. Ik heb ook geschoten gehoord. Niemand heeft geschoten gehoord. Nee. Hey, is die auto niet kapot? Ik zie wel iemand voor je lopen met handen omhoog. Meneer. Wat is het dan? Mag ik u iets vragen? Zeg het eens. Wie ben je dan? Ja, ik zoek een lift. Ja, ik weet niet of je tijd hebt. Wat is je naam? Hebben jullie tijd misschien voor een lift? Hoe heet je dan? Nee, niet echt. Sam. Sam, stap in, andere kant, man. Kijk eens, voor de deur service. Die was jammer, ja. Hoi. Wie is dit, maat? Hey, rustig, hè, maat. Hey, maat. Ik ben van de Rieltrijp. Ja, nu zullen we naar binnen rijden, vriend. Wie is dat met die pet? Ik heb een outfit change gedaan. Joa. Goed te nieuw hebben. Pak hem, broer. Rustig, broertje. Rustig, man. Wie is dit? Wie is dit dan? Huh? Hey, ook hallo, Carlos, hallo. Ook hallo, Peter Piet. Hoi. Hey. Ik was al gelijk weer aan het rondrennen, dus. Rustig. Wie is ik, Colin? Waarom moet je mij weer nadoen, bro? Pak je eigen poes of zo. Oh. Nooit dat er tegen mij praat, hè? Maat. Doe nou rustig. doe rustig. Laat mij gewoon bij mijn muur zitten. Oké, maar ik mag ook staan hoe ik wil staan. Ja, maar niet mij nadoen. Bro, heb jij is deze van jou? Ja. Heb jij Benelux geregistreerd dat deze van jou is? Ja. Dus een geregistreerde move van jou? Ja, copyright zit erop. Copyright mij. Ergens, man. Ja, dat is wel. Luister, laat mij gewoon staan hoe ik wil, man. Maat, ik wil... Maat. Hier. Stop. Ah. Oké, stop. Gewoon lekker chillen tegen die muur aan. Niks aan de hand. Maat! Stop! Je denkt dat ik kan ontwijken? Ik kan ook ontwijken, jongen. Oké dan. Oké. Hé! Hey. Ja, op je achterhoofd. Maar raak nog één keer aan, ik ga je vol met lood pompen, jongen. Hé, ik kan het. Hoi, dit. Gekke. Dat is goede sparring, man. Goede sparring. Hey, box, man. Hey, G, man. Dat is een goede sparring, man. Kan je een beetje ontwijken, Hans? Hey. Oh, zo, man. Hans maakt geen grappen. Zo, Hans. Hey, Hans, man. Hans! Rustig, man. Oh, zet die pet weer op. Een verschrikkelijke haarlijn. Oh, dit. Hans! Oh, nee, hey, wacht. Niet met Brada aan het mappen. Wat?
was een beetje duizelig, sorry. Ik ga even zorgen, rustig, man. Oké. Begin maar aan Peter terug. Oh, ga je ervoor staan, sorry man, sorry. Wat wil je mij staan? Ervoor staan. Ik ga tegen mama zeggen. Ga je weer beginnen? Hè? Rustig moet je blijven. Hans, doe nou niet Hans. Wil je mijn rug slaan? Wow, je bent mijn grote broer. Au. Oh, dit. Waar had ik die aan voor verdiend dan? Sloeg ik jou? Ja broer, je gaf mij en hem eentje. Oh, dit, sorry man, de Hans assistent punch. Sorry man bro. Peter. Moeten we even boven zitten? Ja toch. Allright, kom. Zo. En wat gaat iedereen doen? Wow, we hebben deze clip overgekocht. Jullie hebben hem overgekocht? Gek. Ja. Voor 2 repen Haribo en een... Oh, rustig hè. Let op je taalgebruik hè. Ik ben weer terug vriend. Doe nou niet joh. Die 40 littekens op je gezicht. Bro. Je gezicht zegt strange things. Sorry. Oh. Bijna. Oké, was dat grapje. Je bent wel een beetje opgefokt, man. Ja, broer, hoofdpijn. Oh, hij heeft zijn hessie weer aan. Die heeft zijn hessie aan, Als je nou niet oppast, dan krijg je een klap. Oh, de. Oké, beste IJs, a.k.a. Cornetto, a.k.a. Magnum. Waarvoor zitten we hier? Peter, je hebt iets van mij meegekregen afgelopen week. Ja, die heb ik, je weet het, die heb ik op zak nu. Die heb je nog. Ja, toch? Ik ben op zak. Maar dit is nog steeds... Jullie hebben net de hele tijd dat ding gezien, toch? Nee. Maar hij was gewoon geladen met mijn pampa. Je was voor de helft aan het rijden en auto's kapot aan het maken. Nee, daarvoor. Jij was er nog niet bij. Maar ik heb hem. Maar ik heb hem op zak, man. Je weet. Ik denk dat ik een klusje voor je heb. Denk dat je daar ready voor bent. Oh, ik ben ready voor whatever, man. Oké, okay. Zijn je mannen ready? Is je broer ready? Hans is altijd ready. Voor NS weet ik het niet, maar Hans wel. Altijd nee, ready. Je gaat het echt zo doen. Nee, ik weet niet of je ready bent. Als je ready bent, ik ben ready. Oké, okay, lekker man. Let's go. Ik denk dat NS ook wel ready is. Na die paar hoeken van die knuppel. Maar ik heb nog is wel... Is die bij besef gekomen? Ik weet niet wat voor klus het is. Maar ik heb misschien nog wel 3 mini AK's nodig. En een grote. Bro, wat verwacht je? Zeg maar ready zijn ze. Wat verwacht je? Gaat die zijn Pablo Escobar uit Mordoelen? Nee man, ik weet maar nooit maar cool. Wat is de opdracht? Daar zou je nooit ready voor zijn man broer. Weg je even wat. Maat, ik ben ready voor whatever, bro. Bro, luister dan. Voordat deze gele Jumbo-huis hier stond. Voordat... Bro, deze stad was van Peter Piet, hè. De stad was van Peter Piet. Ja, wat heb jij gedaan hier in de stad? Maat, kijk naar elke stoeptegel die er staat. Die heb ik gelegd. Ah, joh, rot op, joh. Oké, maar sorry. Laten we verder gaan. Ik heb storing. Oké, luister. Er is iemand die ons nog moet betalen. Oh. Maar de persoon is aan het onderduiken. Wie van jullie heeft de sterkste mag? Ik denk Peter wel, man. Ja. Nou, zo is het, man. Nee, ik bedoel niet wie de grootste mag hebt. Wie heeft de sterkste mag? Nee, man, wat bedoel je grootste mag? Wat bedoel je met de grootste mag? Waarom lach jij? Ik ga tegen mama broer, zeggen, hè? Ik heb laatst met je een Mackie gegeten, broer. Ja. Wie heeft de sterkste mag? Ja, Peter. Hij heeft de fucked up shit gedaan. Ja, man. Mannen onthoofd in bosjes of zo. Maat, ik ben ready voor whatever, man. Ik ben Peter. Weet je wie deze stad heeft opgebouwd, IJs? Broer, stop met je Indianen verhalen, bro. Wat Indianen, bro. Cowboys waren wij in deze stad. Maar goed, ga verder. Iemand is jou nog geld schuldig. Ja, man. We zijn tot conclusie gekomen. Persoon hoeft niks meer te betalen. Maar hij is gewoon schuldenvrij. Zo kan je het noemen. Ah, daar gaan we. Ja. Hij gaat die schuld betalen met zijn leven, zeg maar. Yes, sir. Wow, ik ben ready, man. Ik ben ready, man. Ik snap dat je ready bent. Maar we moeten ook ervoor zorgen dat persoon nooit meer te vinden is. Lichaam niet niks. Oh, man. Okay. Easy. Ja, man. Stukken choppen. Dan hebben we even kijken. Ja, dan hebben we wel even een hakbel nodig, man. Jullie krijgen 100k voor deze klus als alles goed geregeld is. Oké. Okay? 100k, pp, dat is echt aardig. Nou, dat gaat geen pp worden. Oké. Okay. Luister dan. Ja. Jullie gaan een deep web meekrijgen. Oh, wanneer we tip hebben binnengekregen waar onze verdachte zich bevindt, dan krijgen jullie een locatie van ons. Ja, ja. En we communiceren alles via de deep web. Goed, ik wil ook zien dat persoon neerligt en dan moeten jullie ervoor zorgen dat persoon niet meer te vinden is. Waar je hem gaat dumpen, wat je met hem gaat doen, is niet mijn probleem. Ik betaal jullie ervoor dat deze persoon nooit meer gevonden gaat worden. Bro, deze man niet gaat van de aardbodem verdwijnen. Bro, die man gaat... Man, we gaan het meemaken. Bro, die man gaat weg, kan lossen. Ik zeg gewoon één ding. Ja. We zullen van afstand met je meekijken. Dus maak geen fouten. Dit is ook een pure test. Ja. Oké, geen probleem. Ik heb nog wel een vraag. Ja. Hoe zeg je dat? Ja, die nakkoe is heel mooi, maar zo'n dempertje zou wel erbij helpen als we toch een soort van sneaky dingen moeten gaan doen. Kunnen we regelen. Ja toch, dan ben ik ready. Heb je 35k?
Ik schiet wel gewoon met volle geluid, joh. Boeit me niks meer. We regelen het wel, komt goed. Zijn er nog vragen? Zijn geen vragen meer, man. Ja, alles duidelijk. Duidelijk. Is goed. Go, man. Dan zou ik, als ik jullie was, onderling even gaan regelen hoe jullie het gaan doen en bespreken. Communicatie is de key. Krijgen we een auto mee ook toevallig? Bro, wat zie je mij vooraan? Uit het bureau, broer. Wat? Wat zou jullie voor een klus die jullie zelf moeten doen? Auto's toch wel op tenminste even iets. Je geeft ons een hele klus. Moet iemand van de bodem afhalen, bro? Je vraagt wel veel, man, bro. Ja, jij vraagt ook wel veel. Allemaal tegen, hoor. Kom. We gaan. Oh. En hou die mokro bij je, man. Hou. Wat dan? Nee, bro, wie loop je te slaan, vriend? Oh nee. Ik wil alleen maar broeden. Hij heeft zijn medicijnen niet gehad. Even rustig. Even blijven staan. Waarom doe je zo gek? Waarom breng je altijd die leider? Nee, weet je wat het is, maat? Hij heeft zijn medicijnen niet gehad. Hij is een beetje overspannen. Ja, toch? Ja, Petertje, ik mag je, maar hou hem in bedwang. Ja, maar sowieso in bedwang. Sorry jongens, kom goed. Ik ben een beetje opgefokt vandaag. Maar ijs. Als het moet, ik hou hem in bedwang. Ja, sorry man. Bro, je was wel... Je reflex was wel daar. Ja, ik ben opgefokt toch, dus dan... Maar what the fuck heb Hans gedaan dan? Ja man, dat moet echt naar de kapper, man. Ja man, ben je serieus, broer? Het kan toch niet meer, kijk. Je hebt gewoon de Peter-syndroom te pakken, broer. Ja man. Hoe is het Peter-syndroom? Broer. Ik heb enigszins nog wel een beetje haar, zie je? Dus een beetje ja, maar liever dan geen haar dan dit, man. Ja man. Ja man. Maar geen dreiging, hè, bro. Het is dat je een kind bent van dezelfde moeder, anders had ik toch heel je gezicht in geblazen, jongen. Wow. Maar kom maar. Ik ben niet bang voor je, hoor. Wow. Nee, stop. Okay. We hebben een klus om te klaren. Kom. We moeten even focussen, man. Ja. Je gaat ons niet afzetten bij garage, we moeten lopen, zeg maar gewoon. Ja, via deze poortje undercover. Ik wil dat niemand jullie ziet met mij. Oh, jee. Hij schaamt. Hey, trouwens. Ja. Psych! Doei, ijs! Niemand weet dat je met ons bent! Doei, ijs! Dan gaan we deze vakje, jongens. Ja, maar dit wordt zo. We moeten even gaan kijken, man. Sowieso, ik ben driver. We hebben twee klussen. Wat dan? Ja, die hit die we gaan krijgen. En dan steeds de ene guy die ik doe. Wil ik niet vergeten, hoor, maat. Goed dan. Als ik hem tegenkom, maat, gaan we met z'n allen met z'n vrienden hetzelfde auto. Ja, toch? Boys, we zijn wel ready. Ja, sowieso. Jongens. Vaga. Hoe gaat het met jullie? Ja, Halloween party, man. Dat is gewoon goed. Wat zei je? Ga lekker naar een Halloween party. Oké. Waar is je Halloween party? Bij de beach, casino. Wat mee? Hey, wil je mee? Ja toch. Stap in.